Jozef Vennig, je eerste wedstrijd voor PEC Zwolle. Hoe ging het? Ja, het ging wel aardig. We hebben uiteindelijk met 4-1 gewonnen. 3 keer gescoord in de tweede helft. En goed voetbal laten zien. Ik denk dat we wel verdiend hebben gewonnen. Ook gezien de kansenverhouding. Dus ik denk dat het wel aardig ging. Ja, tot de 1-1, of na de 1-1 hadden jullie geen enkele moeite meer, hè, met Cambuur? Nee, ze hebben daar niet echt meer kansen gekregen. En eigenlijk werden de ruimtes ook iets groter, waardoor we ook makkelijker aan het voetballen kwamen. Dus een goede overwinning. Vertel eens wat meer over jezelf sinds dit seizoen bij PEC Zwolle, middenvelder. Ja, vertel eens wat. Ik ben een controlerende middenvelder. Ik heb goed inzicht. Ik heb een goede trap. Ik kan goed pasen, ik kan goed schieten. Ik kan natuurlijk altijd nog beter, daar niet van. Maar ik ben ook een felle speler die duels kan spelen, die duels kan winnen. Dus ik denk dat je mij zo wel kan omschrijven. En wat wil je hier bereiken? Ik wil natuurlijk basisspeler worden in het eerste. Dat is het belangrijkste. Dat is mijn doel tenminste op dit moment. Je hebt natuurlijk wel goede jongens voor me lopen. En we doen het ook heel goed. Maar je moet altijd streven naar het hoogste. En dat is op dit moment het hoogst haalbare voor mij. Het is zo'n middag wel mooi dat je vandaag wel je kans kan pakken en een helft mee kan doen, hè? Ja, ik weet niet of ik hem heb gepakt. Maar het ging vrij aardig. Dus ik ben blij dat ik de kans heb gekregen.